Vandaag is mijn gast Joyce Silvester, dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht en voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, maar ook voormalig burgemeester en PvdA-senator. Joyce, welkom. Fijn dat je weer terug bent bij de Big Five. En we kennen elkaar goed, dus we hebben afgesproken om te tutoyeren. Heel graag. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je spreken over de eerste bevindingen van de Staatscommissie, want jullie zijn met een tussenrapportage gekomen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, jouw hoofdtaak, jouw fulltime job is natuurlijk dijkgraaf. Noemde ik net ook al even. En ik kan me voorstellen dat je roerige tijd achter de rug hebt gehad met al die overstromingen. Nou, dat kan je wel zeggen. Het is een heel onrustig reces geweest. Voor mij en ook voor alle medewerkers die bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken. Want er zijn in Nederland 21 waterschappen. En wij hebben in dit beheergebied Amstel, Gooi en Vecht de taak om 1,4 miljoen mensen te voorzien van schoon drinkwater, voldoende water. En we moeten er ook voor zorgen dat natuurlijk de dijken onderhouden worden. Dus dat is best een pittige taak. En als het dan heel extreem weer is, het regent veel of het is heel nat, hè, we hebben het natste jaar eigenlijk in de geschiedenis achter de rug sinds we tellen, dan zie je dat we echt wel wat te doen hebben. Er stond overal hoog water. We hebben sluizen moeten sluiten in Amsterdam, maar ook in Huizen. Sluizen moeten sluiten, moeten verzwaren met zandzakken. Op een gegeven ogenblik, je kan natuurlijk niet eeuwig spuien op het Noordzeekanaal. Nee. Of richting de Waddenzee. Mm-hmm. Dus dat betekent, hè, want je hebt natuurlijk 's nachts ook te maken met spuislot. Dan staat de zee hoger, kan je je water niet kwijt. En als dat water dan steeds hoger wordt, ja, dan is het natuurlijk wel heel erg spannend. Ja, want dan word jij denk ik ook, je wordt uit je bed gebeld. Dat hoort het all comes with the job. Nou ja, wat je ziet is dat dat ik in mijn geval goed contact onderhoud met onder andere burgemeesters van alle steden. Hè. We hebben in ons beheergebied 18 gemeenten. Mm-hmm. Het varieert van Amsterdam tot Amstelveen, Diemen. Dat zijn echt wel hele serieuze grote gemeenten. Maar natuurlijk ben ik ook heel erg betrokken bij de mannen en vrouwen die het werk in het veld doen. Ja, ja. Dus ik ga er ook 's nachts uit als zij sluizendeuren moeten sluiten. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel heel interessant en goed vind, ja, om daarbij betrokken te zijn. Dus niet alleen het bestuurlijke werk, maar ook het werk meemaken. En er gewoon staan, gebeurt, hè, met z'n allen. Ja. Zoals dat gebeurt buiten ook, ja, en op de werkvloer. Nou, is het redelijk goed afgelopen, zou je kunnen zeggen, met de overstromingen, als we ook naar situaties uit het verleden kijken. Maar zitten er als dijkgraaf dingen bij dat je zegt, dat kom ik tegen en dat moeten we echt doorpakken naar de toekomst? He, want we weten allemaal, het weer wordt steeds onvoorspelbaarder wat dat betreft. Nou ja, wat je merkt in Nederland, en dat geldt dus ook voor mijzelf, is dat het bewustzijn dat we heel erg afhankelijk zijn van een goed watermanagement laag is. Mensen vinden het eigenlijk vanzelfsprekend dat ze droge voeten hebben. En wij merken als waterschap dat het steeds moeilijker is om die voeten droog te houden. We moeten samenwerken met partijen in de waterketen, maar ook met woningcorporaties, met allerlei organisaties moeten we samenwerken. En ook de burger moet zich dus steeds meer bewust worden van het feit dat droge voeten niet vanzelfsprekend is. Ja, dat dus over je rol als dijkgraaf. En voor de mensen die het interessant vinden, je bent eerder bij de Big Five geweest. En toen hebben we uitgebreid gesproken over die rol. Dus dat kunnen ze allemaal terug luisteren in de podcast. Maar ik zei ook, je bent natuurlijk ook voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Is dat zoiets goed te combineren eigenlijk samen, die twee? Nou, het is heel pittig natuurlijk. Ja. Mijn hoofdtaak is dat ik dijkgraaf ben. En ik moet zeggen dat dit ook alleen maar kan omdat we een heel goed secretariaat hebben. Ik ben voorzitter. De commissie kent nog 7 andere leden. Maar het feitelijke werk, het onderzoek en dergelijke, dat wordt gedaan door het secretariaat. Waarin eigenlijk beleidsmedewerkers werken die de commissie ondersteunen. Ja, en ook heel veel wetenschappers natuurlijk ook die hierbij betrokken zijn. Zeker. Hoe is dit nou op je pad gekomen? Ja, kijk, ik ben in dit onderwerp natuurlijk heel erg geïnteresseerd. Heb gemerkt dat toch als dit onderwerp speelt, er vanuit het kabinet naar mij wordt gekeken. En ik vind het belangrijk om, als er werk gedaan moet worden op het gebied van discriminatie en racisme, mm-hmm, om de handschoen op te pakken.
En dit is natuurlijk ook, neem ik aan, iets wat je ook... dat staat ook ergens in je profiel, dat je dit al op allerlei functies ook hebt opgepakt. Hè. Je bent ook substituut ombudsman geweest bij de Nationale Ombudsman. Dus dan kom je natuurlijk ook die zaken tegen. En deze commissie is ook ingesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Hè. Dat is ook goed om dat te benoemen. En er wordt eigenlijk naar... Het wordt heel breed wordt er naar de zaken gekeken. Maar misschien zou je kunnen toelichten, wat onderzoekt de staatscommissie nou exact? Nou ja, kijk, wat je ziet is correct wat je zegt. Deze staatscommissie is opgericht naar aanleiding van alles wat er gebeurd is op het gebied van de toeslagenaffaire. Taak van de commissie is om één te kijken wat is de aard, omvang en wat zijn de oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland. Twee, kijk eens naar de wet en regelgeving, dat is ons gevraagd. En het derde is dat onze grote taak is om de overheid te gaan doorlichten op discriminatie en racisme. Omdat het toch wel heel erg belangrijk is dat we er alles aan doen om discriminatie en racisme in Nederland uit te bannen. Hoe diep is het verankerd in onze samenleving? Ja, kijk, wij hebben een voortgangsrapportage uitgebracht. En ik vind dat zelf toch best wel schokkend. Dat je dan merkt dat discriminatie en racisme heel diep verankerd zitten in onze samenleving. Het is geen incident, het is een structureel probleem. Mensen zijn het zich ook lang niet altijd bewust. Hè? Het gebeurt bewust, maar ook heel vaak onbewust. En het is dus iets waar we allemaal mee te dealen hebben. Er zijn mensen die denken dat ze er niets mee te maken hebben, dat ze geprivilegeerd zijn. Maar in feite is het zo diep verankerd en wijdverspreid dat we er allemaal mee te maken hebben. En het is ook zo dat heel veel mensen, als het om deze onderwerpen gaat, dat mensen dan denken, oh jee, gaan we weer beginnen over Zwarte Piet. Ze fronsen hun wenkbrauwen, ze beginnen te zuchten. Maar als je nagaat dat discriminatie breed voortkomt, hè, op alle gronden van artikel 1 van de grondwet, dan heb ik het over godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid en ga zo maar door. Dan heeft iedereen wel iemand in de familie die ermee te maken heeft. Ja, dus de zeven vinkers, hè, intussen is dat een bekende term naar aanleiding van het boek van Joris Luijendijk, die zitten te luisteren, die moeten zich ook aangesproken voelen hierop. Ja, ik ben eigenlijk verbijsterd dat er mensen zijn die denken dat ze er niet mee te maken hebben. Want ook de zevenvinker heeft een dochter die werkt bijvoorbeeld en die minder betaald krijgt dan haar mannelijke collega. Of ook de zevenvinker heeft een tante of een oma die misschien minder valide is en die heel veel moeite heeft om die aangepaste woning te krijgen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je niet alleen kijkt naar je eigen positie, maar dat je je realiseert dat discriminatie en racisme, dat we er allemaal mee te maken hebben, direct of indirect. Het komt dus eigenlijk op alle vlak voor. En ook naar de sectoren hebben jullie heel breed gekeken. Hè? En, ja. Nou ja, naar verschillende onderdelen van discriminatie die jullie daaruit hebben gelicht. Mm-hmm. Als je dan nog dieper kijkt, hoeveel effect heeft dat op ons allemaal dus, zeg je? Maar hoe diep werkt dat door uiteindelijk? Wat wij gezien hebben is dat discriminatie en racisme geen incidenten zijn. Het zit in alle sectoren die we hebben onderzocht. Mm-hmm. Of je het nou hebt over onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, sociale zekerheid, de politie. Overal komt de discriminatie en racisme voor. En het gaat ook door generaties heen. Dus je wordt geboren, ik noem maar wat, in een achterstandswijk. Je krijgt een lager schooladvies. Je hebt moeite om een stageplek te vinden. Daardoor kan je later weer moeilijker aan werk komen. Dus het gaat door generaties heen. En het gaat daardoor ook door sectoren heen. Dan heb je dus, zie je die doorwerking in verschillende levensfasen en in verschillende sectoren dat het terugkomt. Iedereen wordt getroffen. Zit er ook nog een economische kant aan dit verhaal? Kijk, wat wij gezien hebben is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar discriminatie in de zorg, dan zie je wel dat je aan de ene kant heel veel mensen nodig hebt. Maar discriminatie in de zorg is wijdverbreid. Het zit van patiënt tot degene die in feite de professional die de zorg moet verlenen. Het zit tussen professionals onderling. En dan denk je wel van, dat is wel raar, hè? Aan de ene kant hebben we heel veel mensen nodig.
En aan de andere kant, als er zich iemand meldt die het werk wil doen, maar die bijvoorbeeld een hoofddoek draagt, dan zie je dat mensen weigeren, dat mensen zeggen, ik wil niet dat zo iemand aan mijn bed komt. En dan denk ik wel dat het belangrijk is dat we met elkaar nadenken van, waar komen die vooroordelen vandaan? Waar komen die beelden vandaan die we over elkaar hebben?